naast talkshows hebben we vandaag ook community sessions. Net zagen we die van Sjan Blommaert en nu is de beurt aan Robert Slootjes. Robert Slootjes is al 5 jaar actief op Drupal.org, technical director van MediaMonks. Hij doet weinig met Drupal, maar hij is een graag gezien spreker en hij bouwt mooie projecten voor grote Nederlandse entertainmentbedrijven. Vandaag neemt Robert ons mee in één van die projecten. Robert Slootjes. Hey, nou, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga jullie vertellen hoe ik een multi-brand identity provider heb gemaakt voor ID&T. Even een kleine introductie. Ik ga even vertellen waarom we dit gedaan hebben met hun. Wat de belangrijkste diensten zijn die we gebruiken. Hoe de architectuur in elkaar zit. En natuurlijk niet onbelangrijk, ja, wat zijn de resultaten? Nou, introductie. Ik ben Robert. Ik ben een technical director bij MediaMonks in Hilversum. Jullie kennen ons nou wellicht wel van naam. Nou, we doen alles voor de grote merken ter wereld eigenlijk. En wij werken ook onder andere voor ID&T. Wellicht bekend van evenementen als DEFCON. Maar ook Sensation en Thunderdome en Awakenings. Dus er zit ongetwijfeld iets bij wat je leuk vindt. Op de achtergrond zie je trouwens een stukje van Amaze. Dat is een nieuwe audiovisuele experience in Amsterdam. Super gaaf om naartoe te gaan. Een stukje achtergrond is, ID&T werd steeds groter, dus er kwamen steeds meer merken bij. En die moeten natuurlijk ook, al die mensen moeten hun tickets kopen, die hebben een account. En uiteindelijk, nou, ze hadden een identity provider, dus waar iedereen kon inloggen. Maar eigenlijk kan die met een soort nieuw pricing model, waardoor ze in één keer 10 keer meer gingen betalen. En dat was natuurlijk niet tof. Dus toen werden we eigenlijk gevraagd van, goh, kunnen we daar zelf iets custom voor verzinnen? Wat werkt voor onze merken? Zodoende zijn wij het ID&T Members project begonnen vorig jaar. En ze hadden best wel een redelijk lijstje met requirements. Het moest op AWS draaien. Dat is ook onze go-to cloud provider, dus dat scheelt. Multibrands hebben veel merken, dus daar moet het voor geschikt zijn. Het moet uiteraard veilig zijn. Zij willen passwordless kunnen inloggen. Dus de gebruiker hoeft niet per se een wachtwoord te hebben om in te kunnen loggen. Kostefficiënt. En het moest ook vooral bovenal flexibel zijn. En ja, wat is nou flexibel? Dus dat was een beetje een vraagteken toen we gingen beginnen. Van ja, wat betekent dat? Maar daar kom ik later op terug. Oh ja, we hadden ook niet zoveel tijd. Want die oude identity provider, die ging, het contract liep gewoon af op 31 december. Dus we hadden ook nog best wel wat tijdsdruk. Dus dat maakt het altijd wel leuker, denk ik. De belangrijkste diensten die wij gebruikt hebben. Nou, uiteindelijk is de pijler van alles is Cognito. Dat is een identity store bij AWS. Het grappige is dat daar 10.000 gebruikers kost je daar $55 per maand. Actieve gebruikers. Dus dat is heel erg weinig. En ze maakt gebruik van open standaarden als JSON Web Tokens en OpenID Connect. En je kan het heel erg customizen. Dat is heel erg handig. DynamoDB is een scalable NoSQL database. Ik weet niet wie er ook meedoet voor Bert zijn bullshit bingo, zijn buzzword bingo, maar dit, je gaat er een paar krijgen. Je hoeft geen servers te beheren, want alles is managed. De schaling, alles gaat automatisch. Als je het niet gebruikt, kost het niks. Superhandig, schemaless, dus je kan alles erin prakken wat je eigenlijk maar wil. EventBridge, dit is wel een hele leuke dienst. Hier kan je event-driven oplossingen maken. Dus je kan eigenlijk een berichtje op een messagebus gooien en daar kan je dan weer dingen mee doen. Daar ga ik zo ook een voorbeeld van geven hoe we dat gebruikt hebben. Het is ook heel handig voor analytics. Dus je kan al deze eventjes die je hebt, kun je opslaan en die kun je later ook verwerken voor analytics doeleinden. Lambda, dit is denk ik echt een gamechanger geweest een aantal jaren terug. Met Lambda kun je een stukje code schrijven. Je hoeft het niet zelf op een server te zetten of iets, je uploadt alleen dat stukje code in een runtime naar keuze. Dus bijvoorbeeld Node of Python of Java, wat je wil. Kan ook PHP, kan zeker ook PHP. En dat kan je draaien, dat kan je triggeren op HTTP, maar ook op een eventje wat je binnenkrijgt of een bestandje wat wordt geüpload. Je hoeft geen servers te beheren, het schaalt op naar duizenden requests per seconde. En je betaalt per milliseconde aan gebruik, dus het is super handig. De architectuur, dit is veruit het leukste stuk en ook het meest uitgebreide stuk.
dit is uiteindelijk de hele architectuur. Even kijken of het met greenscreen lukt. De request komt zeg maar hier vanuit de gebruiker binnen via een SDK. Dan gaat het door een CDN heen en die kan daadwerkelijk naar daar zoeken. Naar een S3 bucket voor bijvoorbeeld profielfoto's of naar een API. Die API zit dan, daar draai je dan stukjes code achter. Dus dat zijn die lambda functies die ik noemde. Die praat met Cognito, want we gaan die mensen kunnen inloggen en hun accountgegevens ophalen. We verbinden ook naar DynamoDB, naar die database die ik zei. Daar slaan we alle extra gegevens op bij iemands profiel. En we hebben een stukje Redis als cache daartussen zitten, zodat we veel gebruikte queries makkelijk kunnen cachen. CloudWatch Events, hiermee kunnen we op bepaalde tijdstippen als een soort cron kunnen we bepaalde processen aanzetten. Bijvoorbeeld in de nacht draaien bijvoorbeeld backups. Maar dan berekenen we ook bepaalde statistieken. Hoeveel leden hebben we nu eigenlijk? Iets naar beneden, hier zit Event Bridge. Dus hier sturen we berichtjes naartoe. En die kunnen we dan asynchroon, dus met een tussenoplossing, met een queue, kunnen we die gaan verwerken. Wederom met Lambda. En al die berichten die ik zei, die worden ook opgeslagen in een S3 bucket. Dus je kan uiteindelijk al die berichten nog verwerken op het moment dat jou uitkomt. Het leuke erbij is dat je kunt daarmee dingen doen die je nu nog niet bedacht hebt dat je ze wil doen. Zoals iemand vraagt in één keer over een maand, wanneer loggen mensen het meest in? Op welk moment van de dag? Nou, dan kun je met die evenementjes kun je daar achter komen. We hebben dus een API-deel gemaakt. Dat is gemaakt door MediaMonks in Node.js op Amazon gehost. En hebben gebruik gemaakt van Serverless Framework, open source editie. Gedocumenteerd met OpenAPI of Swagger, zoals je het waarschijnlijk kent. Het is ook uitgebreid gepentest, omdat we natuurlijk heel veel gebruiksgegevens verwerken. Er is ook een SDK, een JavaScript voor de websites. Die is gemaakt door onze vrienden bij EgoTribe in Amsterdam. Zij gebruiken Preact daarvoor. Alles is gebaseerd op promises. En zoals je ziet is het allemaal skinbaar. Dus je ziet boven Mysteryland, Awakenings, Qdance als voorbeelden. Dat komt ook terug uit het multi-brand verhaal wat we moeten kunnen. Dus alle merken moeten hier gebruik van maken. En alle merken worden ook, qua data worden ze gescheiden van elkaar. Dus in de database wordt alle data van alle merken wordt gescheiden. Uiteindelijk is het enige wat de SDK doet, is een header meegeven met het merk daarin. Dus die geven bijvoorbeeld mee merkers Awakenings of Thunderdome of Sensation. En dan weten we in de API welke data daar dan bij hoort. Event-driven. Het platform is grotendeels event-driven. Dus dat houdt in dat je bijvoorbeeld een eventje hebt dat iemand is geregistreerd of iemand is ingelogd. En die eventjes sturen we dan heen en weer. Lijkt heel complex, maar maakt het juist heel flexibel. Hier zie je bijvoorbeeld een diagrammetje dat iemand die wil inloggen. Dus die vult op de site zijn e-mailadres in. Die doet een verzoek naar de API. Uiteindelijk krijgt hij eigenlijk meteen bevestiging terug van hey, we gaan jou e-mailen. Op dat moment weten we eigenlijk nog helemaal niet of dat lukt. Want we gaan een eventje sturen. Iemand heeft een loginverzoek gedaan. Nou, dat sturen we naar EventBridge. Komt uiteindelijk in een queue terecht. Wordt het verwerkt in een tempo waar wij comfortabel mee zijn. Dus als het heel druk is, dan kan het in theorie ietsje langer duren voordat je een mailtje krijgt. Gaan we naar Mandrill om het mailtje te versturen. Gebruiker klikt op een linkje. En is daarmee met een soort magic token, wat je wellicht misschien van Slack kent. Ben je dan ingelogd in het systeem. We loggen je in door Cognito. Je krijgt een setje access tokens. En vervolgens kun je alle dingen doen met jouw account die je op dat moment moet doen. Qua opslag maken we gebruik van verschillende diensten dus. Dus de echte persoonlijke data, dus jouw naam en jouw adres bijvoorbeeld, die slaan we op in Cognito. En alle metadata daaromheen. Dus wat zijn jouw favoriete artiesten bijvoorbeeld? Wat zijn jouw favoriete feesten? Welke feesten ga je naartoe? Waar heb je tickets voor gekocht? Dat slaan we allemaal op in DynamoDB. En alle eventdata die ik noemde, dus de eventjes van goh, wanneer heb jij ingelogd, wanneer heb je geregistreerd, die komen uiteindelijk allemaal in een S3 bucket terecht om later voor analytics te kunnen verwerken. Dat zijn allemaal anonieme of in ieder geval geanonimiseerde berichtjes. Dus daar zit geen persoonsdata verder meer in.
Het stukje in het midden, DynamoDB, dat is waar we die flexibiliteit kunnen toevoegen. En dat is een beetje een complex dingetje. En ik denk dat het best wel nieuw is om te gebruiken op deze manier. Normaal ben je denk ik gewend als je zelf tabellen gaat maken, dat je voor elke actie eigenlijk misschien een losse tabel maakt. Dus in dit voorbeeld, je hebt een tabelletje waar je opslaat welke merken bij welke gebruiker horen. Je hebt een tabel waar we misschien de configuratie van de merken opslaan. En eigenlijk gooi je dat helemaal overboord. En je gooit alles in een enkele tabel. En dat is best wel even een omslag eigenlijk. En het ziet er ook heel raar uit. Maar je moet er eigenlijk ook niet naar kijken door een soort van viewer. Dat heeft niet heel veel zin. Wat je namelijk hier ziet is dat je dus eigenlijk alle data door elkaar zet. Dus alle gebruikersprofielen, data, alles zit in één tabel. Maar ook met de configuratie van de merken en wie er eventueel admins zijn op het platform. Dat zit allemaal in één en dezelfde tabel. Nou, om dat een beetje uit te leggen heb ik een paar voorbeeldjes. Dus als ik het even puur vertaal naar een simpele SQL. Dan zou je zeggen, nou, ik wil alle merken ophalen. En select star for brands, heel simpel. Maar in een single table zou je dat bijvoorbeeld doen. Select all from members, waar de primary key is app. En dat zie je dus helemaal aan de linkerkant. En waar de sort key, dat is dan iets specifieks voor Dynamo, begint met brand hekje. En daarmee krijg je dus alle records die voldoen aan die eis. En daardoor krijg ik gewoon netjes de merkdata die ik nodig heb. Als ik één merk specifiek nodig heb, dan vul ik gewoon die key aan. Dat ik zeg, hey, het brand moet beginnen met brand Qdance. En dan krijg ik alleen het merk Qdance terug als record. Nog een voorbeeldje. Ik denk dat het misschien een beetje complex is. Gebruikersdata. Dus als ik normaal zou zeggen, nou, geef me maar alles van gebruiker ID 1. Geef me de merken van die gebruiker. Kan ik nu zeggen, nou, de primary key is user 1 en de sort key moet beginnen met brand met een hekje. En dan krijg ik alle records die daaraan voldoen. En het leuke aan hier is dat je dus heel makkelijk data kunt toevoegen. Ook waarvan je het nu nog niet weet, zonder dat je nieuwe tabellen hoeft aan te maken, zonder dat je nieuwe logica hoeft te verzinnen. Laatste voorbeeldje. Hier wil ik bijvoorbeeld alle acts ophalen die een user heeft geliked. En nou, normaal zou je hier misschien een losse tabel voor maken. Hoeft hiermee niet. Want ik sorteer gewoon, of ik haal alles gewoon op waar ik zeg, nou, begin maar, haal me alle likes op. Die beginnen met likes voor het merk Qdance. Dat is mijn sort key. En dan zie je hier, daar krijg je dus netjes twee resultaten van die ene user. Heel efficiënt. Nou, er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan deze aanpak. Het voordeel is dat het natuurlijk super flexibel is. Dus je kan echt alle soorten data kwijt in die tabel die je maar wilt. Je hoeft eigenlijk niet echt configuratie meer te doen. Dus je defineert één keer die tabel en dat is het eigenlijk. Denk bij configureren van een tabel. In principe zou je zulke soort systemen moet je nooit gaan met de hand in elkaar gaan klikken in Amazon bijvoorbeeld. Of welke andere cloud provider. Je moet daar infrastructure as code gebruiken. Dus je beschrijft zeg maar je hele stack in code. Dus ik heb een tabel, dit zijn de keys in mijn tabellen, dit zijn de rechten die een tabel heeft, dit zijn eventuele alarm of monitoring die ik toepas. En het voordeel is dus gewoon, je hoeft dat maar één keer te doen en daarna gooi je gewoon alles in die ene tabel. Het schalen gaat automatisch, maar het is op deze manier wel heel efficiënt. Want je kan niet hebben dat je één tabel bijvoorbeeld, dat die net wat slomer reageert dan de ander, want er is maar één tabel. Ook backup en restore is hiermee heel simpel. En een heel leuk voordeel is we hebben natuurlijk allemaal te maken met de AVG of de GDPR. Als iemand nu zegt, nou, ik wil dat al mijn data wordt verwijderd, dan is dat heel simpel. Want we hoeven alleen het record uit Cognito te halen. En we verwijderen alle data die begint of van de user op zijn primary key. En dan is de data weg. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Het is een vrij steile leercurve, dus je moet er eventjes omheen met, hey, hoe werkt dit en hoe sla ik dit op? En als ik misschien data wil sorteren, kan dat misschien lastig zijn. Nou, dat kun je oplossen door nog nieuwe indexes te maken die specifiek sorteren op die data.
En deze oplossing is ook niet helemaal top met GraphQL. Het zou kunnen, maar daarvoor kan je beter een gewoon tabelontwerp gebruiken. Resultaten is natuurlijk ook heel belangrijk. Er zijn inmiddels 1,1 miljoen members, bijna 1,2 miljoen. Dat zijn natuurlijk heel veel, maar dat komt gewoon omdat er gaan natuurlijk zoveel mensen naar alle evenementen. Maar het is wel heel erg gaaf om te zien dat al deze mensen gebruik maken van zo'n systeem en dat hun data daar netjes in opgeslagen wordt. Dit vind ik zelf de gaafste. Er is een 98% cost reduction. Dus in plaats van dat ze 200.000 euro per jaar zouden gaan betalen voor hun nieuwe identity provider, is de jaarlijkse kosten zijn nu geraamd op 3.000 euro. Nou, dat is gewoon 98%, ietsje meer. En dat is natuurlijk best wel bizar met een eigen oplossing waar je ook nog eens super flexibel bent. Die flexibiliteit is mooi van pas gekomen, want we hadden een aantal features met de lancering. Dus je kan natuurlijk registreren en inloggen. Je kunt voorregistreren op een event. Dus als je heel graag naar Mistyland zou willen, dan kan je vaak van tevoren eventjes aanmelden. En dan krijg je eerder toegang vaak, of je kan in ieder geval je winkelmandje meteen van tevoren aanmaken, log je in. Als het evenement beschikbaar komt om tickets te kopen, klik je op je karretje, kan je meteen uitloggen of meteen betalen en dan ben je verzekerd van je kaarten. Ook het liken van acts en feesten en ticketpersonalisatie. Dus als jij een kaartje koopt, moet jouw naam even gekoppeld worden aan een ticket. Nou, dat is waar we mee live gingen. Halfjaartje later hebben we ook toepassingen als chat en messaging toegevoegd, zodat er berichten gestuurd kunnen worden van ID&T vanuit de merken naar de gebruikers. Appdata, ze hebben heel veel kleine appjes, bijvoorbeeld een hardstyle top 100 kan je op stemmen. Dat wordt allemaal opgeslagen in de members API. En ja, het soort data wat je daarin opslaat is eigenlijk niet beperkt. En er zijn mogelijkheden om support tickets in te schieten als je problemen hebt met tickets of accounts. We hebben afgelopen jaar ook Qdance Network gelanceerd. Dit is een app van het merk Qdance waar je video's kunt bekijken, zowel live als video on demand, net als een soort Netflix. En dit is ook eigenlijk helemaal gebouwd op de Members API. En daar zie je dus dat het heel erg gaaf is dat je al die bouwblokken al hebt. Overigens zijn een aantal van deze features die hierin zitten gebouwd met het idee van, nou, we hebben dit nu nodig voor Qdance Network. Maar wellicht gaan andere merken dit ook wel gebruiken. Dus laten we dit in het Members API project meenemen. En er zijn nu ook al inderdaad projecten die daar ook weer gebruik van maken intern. Dat was de presentatie. Ik hoop dat het duidelijk was. Als je vragen hebt, je kan altijd een mailtje sturen. Robert@mediamonks.com. En dan help ik je graag verder. En bedankt voor het kijken.